Erwin de Vries had altijd een uitgesproken mening over zaken. Hij nam geen blad voor de mond als het aankwam op het leveren van kritiek. Toch was hij een sociaal gevoelig mens. Dit kwam tot uiting in het laatste gesprek dat de kunstenaar had met de programmamaker Horacio Indiaan. Dit interview heeft Indiaan op 23 november gehad met de Vries. Ik bleef geloven in Suriname. Ik vind het een prettig land. Ik heb jarenlang in Nederland gestudeerd en gewerkt. En ik ben teruggekomen. Ik heb het Surinaamse paspoort aanvaard, ingeruild voor het, tegen het Nederlands paspoort. Ik denk dat het in de toekomst en hoop dat het beter zal worden. Want we klagen wel, maar als je dat dan vergelijkt met het buitenland, dan vind ik, ik heb pas op het nieuws gezien dat de mensen niet eens kunnen ademen in India, in de hoofdstad. Zoveel door de bevolking, door al die fabrieken en noem maar op. Dus het is ook een voordeel om in een land te wonen met niet zoveel burgers. We hebben trouwens hier zoveel verschillende rassen. We zijn rijk. Het culturele leven, het is een prettig land om te wonen. We hebben natuurlijk allerlei problemen. Het is een jong land en we moeten nog veel leren. En ik denk dat het in de toekomst beter kan worden. En ik denk bijvoorbeeld aan de groep die het meeste onder leidt. Dat zijn de arme mensen. En ik voor mezelf heb wel eens gedacht van, nou ja, ik wil ook een steentje bijleggen door enkele kunstwerken van mij te veilen en de opbrengst voor die mensen. Maar ja, het punt is, iedere keer weer in wiens handen komt dat inderdaad terecht bij de mensen waar het voor bedoeld is. Dus ik heb vertrouwen dat het beter wordt. We hebben veel moeten leren. En ik denk dat het de goede kant op zal gaan. Ik blijf erin geloven. Liefde is sterker dan angst. De nationale en internationale kunstenaar Erwin de Vries in een laatste gesprek met Horacio Indiaan. De Vries is gisteravond op 88-jarige leeftijd overleden.